ja, ben ik behoorlijk nerveus aan het worden. D-Day! Ja, waarom? Ik zei, oh. Holy shit, het is gebeurd! I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Goedemorgen. Het is vandaag, ja, even kijken welke camera. Ja, ja, welkom bij een nieuwe video. Het is, nee, geen nieuwe video. Ja, maar hier wel. Oh, voor jou wel. Ja, voor mij nog niet. Dit is het begin van mijn 10 reis. Augustus. 10 augustus. En, onze wegen gaan hier scheiden. Ik ga naar de MRI, tussentijdse MRI. Heel spannend, ik krijg waarschijnlijk niet gelijk de uitslag. En Sergio, die gaat naar Turkije zonder mij. Vind ik heel erg jammer. Maar wel voel ik het heel erg leuk. Ik mis je nu. Mis je nu. En je gaat zeker beter weer hebben, denk ik. Hoop ik voor je. Nou, het is... Want het regent knijt hard. Het regent als het giet. Ja. En het giet. Het regent ja. En het giet. Ja. Het regent. En daar ben ik mooi. Dan het giet. En hier ben ik geel. Maar niet uit. Volgens mij wel. Wat een rommelig begin dit. Ja, maakt helemaal niet uit. Ik... Wij moeten opschieten, allebei. Mm. Ik mis jou. Al heel veel bellen. Ja. Heel veel succes. Dankjewel. En jij ook. Ja. Ik zal het beschermen doen. Lijkt dat zakken. Oh, niet. Oké. Oké, doei. Okay. Dit is het begin van mijn reis. Mijn koffertje is gepakt. En ik ga zo meteen door de regen rennen naar de tram. Tram naar het Centraal Station. Daar pakken we de trein naar Schiphol. En vliegen we naar Istanbul. Ja, we made it. Ik ben in Istanbul. In het hotel. En het is nu een uurtje of 7. Ik heb net even lekker gefacetimed met René. Ik moet wel zeggen, het is echt super goed geregeld. Ik kreeg vanmorgen in de tram al een appje van de taxichauffeur die me op zou halen van het vliegveld om me vervolgens naar het hotel te brengen. Ik kreeg een appje van Joran die mijn intake heeft gedaan. En ik kreeg nog een berichtje van de kliniek zelf dat ik morgen om sowieso laat wordt opgehaald. En omdat ik dus voor een bepaalde... Een verdoving kies, een roesje, mag ik tot 6 uur voor de behandeling nog eten en daarna niet meer. Allemaal goed gegaan. Ik was wel, merkte wel mega emo. Ik heb René beloofd om nooit meer alleen op vakantie te gaan. Nadat we de eerste maand toen we verkering hadden, ben ik naar Amerika geweest drie weken. Dat stond al gepland toen. En ondanks dat een... ongelooflijk vette ervaring was, heb ik René echt super, super erg gemist. Nu is het maar 4 dagen, gelukkig. Maar toch, het is, ja, het is gewoon raar. En het is, ik had gewoon hier met René moeten zijn. Dat is nu niet zo. Dus dat voelt echt een beetje naar. Maar we zijn er toch. Ik ga lekker een restaurantje zoeken. En dan op tijd slapen. Want morgen duurt de behandeling ongeveer 8 uur. Dus... een beetje fit beginnen. Hey, we zijn in een mega groot winkelcentrum om een grillroom te zoeken. Dan ben ik helemaal naar boven gegaan naar de foodcourt. En wat ik eigenlijk alleen maar vind is McDonald's en fastfood. Daar was ik eigenlijk niet naar op zoek. Toen een beetje de lokale middenstand steunen. Dus we gaan weer naar buiten en dan moeten we het hoekje om, geloof ik. Zo, nu lopen we weer buiten. En ik naar binnen. Het is wel knijterwarm hier ook. Ik ben dus gegaan voor een lokaal dingetje. Specialiteit. En het is een balletje. Ik heb geen idee. Ik wil zo'n lekker vleesje. Met een lekker broodje. Het smaakt heerlijk. Nu is het tijd om bijna te gaan slapen. Ik heb heerlijk gegeten. Echt wel leuk om eventjes een stukje te lopen. Dat je ook wat meer ziet dan alleen het straatje van je hotel. Nou, dit is het dus inderdaad. Zoals je ziet, ja. Vooral als het nat is geweest en er zit niks in, dan is het gewoon echt heel dun. Dus daarvoor zijn we hier. Dat gaan we morgen fixen. En verder ja, ben ik behoorlijk nerveus aan het worden. Ik dacht van, dat doen we wel even, maar... ik merk wel dat je gewoon, ja, je hebt niemand om het van je af te praten, zeg maar. En René is nog wel wakker, dus daar gaat het niet om. Maar ja, gewoon hier, er tegenaan te kruipen. En het samen aan te gaan, zeg maar.
Maar goed, daar hebben we het lang genoeg over gehad. Dat is nu helemaal niet anders. Ik ga lekker een theetje drinken en slapen. En dan zien we elkaar morgen weer. Een hele goede morgen. Didee! Ik heb best wel trek, maar ik mag niet meer eten. Dus ik ga ontbijtje ga ik inpakken. En die ga ik hier in de koelkast leggen. Gewoon lekker blijven ademen. En nu zit ik buiten te wachten. Er kwamen nog twee andere mensen aan, zei de taxichauffeur. En daar gaan we. Zijn er dus wel? Ik heb een vrouw. Okay. Dus dat blijft iedere dag. En kijk, hij neemt de naaldjes weg. Dus zonder naaldjes, oké? Okay? Ja. En ik kan arm gewoon makkelijk bewijzen. Geen probleem. De intake is geweest, de foto's zijn gemaakt. Ik krijg andere kleding. Alles gaat nu in een kluisje. En ja, we gaan elkaar naar de behandeling weer zien. Dit was het. Op naar een nieuwe grafplaat. Mooi. Kijk, nekhaar ook weg. Ik ga zo meteen de verdoving krijgen. En daarvoor word ik in slaap gebracht. Dus alles is getekend. Het donorgebied zit hier en zo. Hier gaan ze dus van alles plaatsen. Ja. Zenuwachtig? Yep. We zijn dus nog steeds verloofd. We hebben nu 3000 haartjes gepakt. En dat is gaar zeg. Ik ging slapen op mijn rug en ik werd wakker op mijn buik. Dat was natuurlijk dat roesje. En op een gegeven moment voelde ik dat ze aan het boren waren. Dus ik zei, au. En ik zei, it's not sedated. En toen gelijk zo. Een paar spuitjes erbij en toen was het weer lekker. Ik voel me goed. Heel relaxed allemaal. En ik ga nu lekker eten. Hallo. Hallo. 3 people on my head. Yes. It's busy. Ik heb er toch nog van me gevonden. Het is er al zo'n stukje. Holy shit, het is gebeurd! Kijk dan jongens! Oh, ik voel me echt helemaal, ja, zoals ik eruit zie, dit is het echt niet fijn. Een beetje naar boven, maar dan mocht ik eigenlijk niet te veel aanzetten. En die oren, dat, nou ja, dat, daar ga ik me nou maar niet te veel druk over maken. 3300 grafts zitten er in mijn nieuwe... In mijn nieuwe grasmat. En nou ja, ik heb een hele hoop medicijnen gekregen voor de komende dagen. Ik heb een kussentje gekregen om te slapen. Die mag lekker daarheen. Super top. Ik heb een heel leuk visserspetje gekregen. Voor als ik naar buiten wil morgen. Even kijken, dit was antibiotica. En dit was wondspray elke 3 uur vanaf morgen. Dit is een cold pack, die moet ik even gelijk in de koeling leggen. Dit is pijnstilling. En dit weet ik even niet meer. En dit was... Oh, dit is shampoo. Pijnstilling, nee. Oh ja, vochtafdrijvers. Maar dat is ook pas vanaf morgen.
Het was wel heftig, zeg. Op een gegeven moment, ik ging slapen op mijn rug en ik werd wakker op mijn buik. Toen waren ze al van alles aan het eruit halen. En op een gegeven moment waren ze klaar. Toen gingen we lunchen. Nou, dat was echt niet om aan te zien. Dat was nog slechter dan de voetbalkantine. Het was echt thaibroodje, soep en een bordje met droge pasta en twee kluifjes kip en wat volgens mij eruit zou moeten zien. Of in ieder geval, ik kom niet uit mijn woorden. Het was aardappel, tenminste, dat had het moeten zijn, denk ik, ooit in een vorig leven of zo. Dat was echt niet, die heb ik niet aangeraakt. Maar het soepje was wel oké. En toen gingen we weer verder en toen kwam de chirurg om de haartjes, gaatjes te zetten. En toen op een gegeven moment voelde ik een beetje iets en toen zei ik au. En toen zei hij, oh wait. En dan gelijk een spuitje erbij. En zo houden ze het dan verdoofd. En op een gegeven moment gingen ze dus, dat heb ik op film staan, met z'n drieën al die haartjes terugzetten. Dus dat. En er was één gozer, die was tegelijk met ons begonnen. Die vriend is nu wel meegereden. Maar die gozer die zei dus anderhalf uur geleden, zei ze nou nog een uurtje. En die jongen die zat dus al anderhalf uur te wachten. Die andere jongen die had maar 2800 crafts. En toen ik net klaar was, toen zeiden ze, ja hij moet nog een uur. Dus die zit daar nog steeds. Ik hoop voor hem dat alles goed gaat. Ik ga nu eventjes René bellen. En eventjes ontspannen. En ontbijten, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Ik heb even een slaapje gedaan. We zijn inmiddels een paar uur verder. Ik voel me niet fantastisch. Een beetje hoofdpijn en trekken. En probeer toch een soort van te ontspannen. Ontspannen te gaan liggen en dat lukt niet echt. Maar ik wil toch even naar buiten lopen om daar beneden wat te gaan eten. Is dat goed? Nee. Daar. Dus geloof ik ook iets van een grill. En ik voel wel zin om eventjes... Oh, daar zit ook nog iets. Nee. Even een stukje lopen. Adem in, adem uit. Een hele goede morgen allemaal. Dag 2. Pittig nachtje. Alleen maar op je rug liggen is echt niet menselijk. Ik ga niet draaien. Plus zelfs op je rug liggen doet gewoon pijn. Nou ja, pijn is niet het juiste woord. Maar het is echt allemaal niet fijn. Niet fijn. En... een paar keer zei ik nat geweest, maar dat is natuurlijk omdat je lichaam van alles aan het doen is. En dit zag ik vannacht op je. Blood on the pillow. Het zonnetje schijnt in ieder geval wel lekker. Ik heb al een paar keer die cold pack op mijn hoofd gehad, dat is ook wel fijn. Alleen de koeling doet het hier niet super. Ik drink nu even lekker een bakje koffie hier en dan ga ik ontbijten. En dan gaan we naar de kliniek om 10 uur voor de nacontrole en zo. Zometeen de eerste antibiotica pilletje en de wondspray proberen. En dan hebben we alles weer gedaan wat we moeten doen. Zo, we zijn in de kliniek en de bandage gaat er zo af. En dit is dus wat me te wachten staat. En dat ziet er inderdaad vrij pijnlijk uit. Ja, en het doet pijn, zeg je. En nu gaat het beter. En nu gaat het beter. Nou. Top vooruitzicht dit. Top. Oh, this is not nice, I think, huh? Dit wil ik geen normaal. Nog wel. Super. Not too bad. It's okay. It's okay. Oh, that's so nice. Feels a little bit like a tattoo. Mm-hmm. Tattoo? Yeah. After. Yes. Oh, that's the spray, right? Yes. Oh yeah. Oh, now burns a little bit, but mm-hmm. It's. It's a hele gekke pijn. Deze pijn is heel fijn. Okay. Ah, oh, very nice.
Yes? Ja. Oh my god. Oh, that's better. Okay. That's so much better. Yes. Love it. Thank you. Thank you very much. Hallo. Hi, Gulijn. Dit is mijn begeleidster al 2 dagen. En vandaag was de nakontrole, de bandage is eraf. En Gulijn die heeft ons alles uitgelegd. Supergoed. Hartstikke lief. Ook wel handig, want Gulijn spreekt ook Nederlands. En Turks, dus is onze tolk tegelijk. En ook Engels. En Engels, dus ja, hartstikke fijn. Als je wilt komen, welkom natuurlijk. Ja, groetjes. Groetjes. Zo, laatste avond. We zijn zojuist weer ingespoten met de wondspray. Om de 3 uur. We zijn even weg geweest. Lekker gegeten hier tegenover met Kelly en Heiko. En daarna even lekker naar het film geweest. Fast and the Furious 9. Ik heb volgens mij 3 nog gezien, maar daarna niks meer. En het is echt een film met ontploffingen en schietpartijen en een en al actie. Op een gegeven moment kwam er een stukje over een klein mannetje. Krulletjes. Dat was een beetje een zielig stukje en ik zit daar gelijk een traantje te laten in die film. Maar de film was wel heel leuk. Maar ik mis gewoon mijn gezinnetje. En ik mis René en Jesse Silver heel erg. Dus ik ben blij dat ik morgen naar huis kan. En dat ik weer fijn kan knuffelen. Met René en met Jesse. En ja. En dat ik nieuw haar heb. Dus ik ga het hierbij laten. Ik ga lekker slapen. En morgen om 11:30 komt een taxi voor het vliegveld. En dan gaan we lekker naar huis. Dus tot morgen. Zo, net afscheid genomen van Kelly en Heiko. Op weg naar het vliegveld. En ja, mijn tijd zit erop hier. Dag, Crowd Plaza. Dag, Estee World. We gaan nu naar Istanbul Airport. En dan moeten we even een paar uurtjes me zien te vermaken. Want we zijn wat vroeg, maar dat komt vast goed. Ik heb mijn spray, ik heb mijn antibiotica tabletje op. Ik heb mijn water, vochtafdrijver heb ik op. En nou, het voelt eigenlijk wel goed. Het jeukt een beetje. Ik mag niet krabben. Maar ik mag ook zeker niet klagen, want die andere 2 gozers die hadden best wel wat jeuk en veranderig gevoel en zo. Dus nee, het gaat helemaal top. Lekker naar huis. Zing het. Zo. Ik heb lekker geslapen, jongens. Nou ja, lekker geslapen. Redelijk geslapen, kijk. Handdoekje erop, rechtop. Maar zoals jullie zien, ik ben ineens thuis. Want gisteravond was ik gesloopt. Ik heb een mega paniekaanval gehad in het vliegtuig. Daardoor wel Remy leren kennen. Die zat naast me, die tikte ik even aan. Ik zie, yo, yo, yo. Ja, die heeft me echt super gekalmeerd. En toen ging het allemaal. Toen ben ik dus naar huis gegaan met de tram en de trein en was helemaal gesloopt. En s'avonds hebben we gewoon lekker gekletst en gechilled en gegeten nog, want ik had ook niet gegeten. Dus ja, dus nu zijn we een dagje verder. Zoals je ziet, het ziet er best goed uit. En ja, ik ga je natuurlijk de komende maanden laten zien hoe het ontwikkelt en groeit en weet ik veel allemaal. Dus heb je nog vragen? Zit je er ook over na te denken? App gewoon, geen probleem. Ik vind het hartstikke leuk om jullie vragen te beantwoorden. Kale koppen niet te stoppen. Kale koppen niet te stoppen. En nou ja, vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zie ik je heel graag bij een volgende video. Ik vind het verdacht stil. Waar is Jessie? Lig lekker op de grond te slapen. Oké, tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao. Oh. Thank you.